Je ziet hier een statief en dit is eigenlijk het meest simpele voorbeeld van een trilling. Je ziet hier een klein blokje en die gaat op en neer aan een veer. Nou kun je twee dingen afvragen. De eerste is, waarom doet hij het nu niet? Geen kracht. Tuurlijk is er wel kracht. Ik kan zo al één kracht noemen die nu werkt. Zwaartekracht. Normaal kracht. Niet de normaal kracht, maar? Veerkracht, ja. En wat weet je nu ook van die twee? Gelijk. Waarom zijn ze gelijk? Omdat die niet naar beneden gaat of omhoog schiet. Precies, hij hangt in evenwicht. Oké, nu zit ik met een probleem. Als ik hem los zou laten. Veerkracht is groter dan de zwaartekracht en dus zal die omhoog gaan. Bij het omhoog gaan komt die hier. En in deze stand noemen wij dus ook bewust de evenwichtstand, want alle krachten zijn in evenwicht. Maar hier gaat hij niet met snelheid 0 doorheen. Hij heeft daar een snelheid. En hij zal dus door dat midden heen schieten. En dan? Omhoog. En wat is nu het probleem? Zwaartekracht is weer groter. En dit evenwicht, wat dus continu verstoord is, waardoor hij dus eigenlijk door het midden heen schiet, iedere keer met een bepaalde snelheid, zorgt ervoor dat hij blijft trillen. Begrijp hem? Ik pak hem nog één keer weer. En je ziet nou heel mooi op het scherm ontstaan, met een klein hakkeltje erin, zie je fantastisch een sinus ontstaan. Heel goed. En die sinus noemen wij in dit geval een harmonische beweging. Als die mooi harmonisch omhoog en naar beneden gaat, noemen wij het een harmonische beweging. Je ziet hier een aantal eigenschappen in die grafiek. En daar wil ik het nu eigenlijk vooral even over hebben. Dus ik pak even een heel mooi stuk. Deze. Ik kan namelijk in ieder geval alvast één lijn hier zetten. En ik moet hem ongeveer gokken. Maar ik neem aan dat het deze lijn is. Wat is dit voor lijn? Waar de zwaartekracht in evenwicht is, de kracht van de veer. Ja, waar die twee krachten in evenwicht zijn. En dit noem ik dus dan ook, en ik zal hem hier even neerzetten. Dit noem ik de evenwichtstand, omdat de krachten daar dus in evenwicht zijn. Goed. Vanuit die evenwichtstand gaat hij omhoog en naar beneden. Dus we doen nou even alsof dit nul is. Wat staat er dan op de i-as eigenlijk? De kracht. Oh, nee, dat is de hoogte. Wat staat er op de i-as? Hoogte. En in dit geval, ten opzichte van de evenwichtstand, uitwijking. En dus let op, ten opzichte van evenwichtstand. Ja, dus de uitwijking ten opzichte, want je ziet hier dat deze al begint. Ja, misschien is het achterin wat slecht te lezen. Maar deze zit nou op 0,60. Ja, dat is de afstand vanaf de tafel tot het blokje. Maar de evenwichtstand zit hier en dit is dus de uitwijking ten opzichte van die evenwichtstand. Akkoord? Oké. Nou zit er dan ook een maximum aan die uitwijking. Namelijk hier en hier. Heel goed, je hebt het onthouden. Dit stuk noem ik amplitude. Oftewel de maximale uitwijking, zo kan je het ook kunnen zeggen. En die zit dus boven en onder de evenwichtstand is die even groot. En nou ga ik jullie even een strikvraag stellen. Hier heeft hij een uitwijking van ongeveer 2 centimeter ten opzichte van de evenwichtstand. De amplitude hier is 10 centimeter. Wat is de amplitude in dit punt? Wat is de amplitude? Wat is de amplitude? Wat is de definitie? Maximale uitwijking. Wat is de maximale uitwijking op dit punt van de trilling? Hoeveel? Nee, dat is de uitwijking op dit punt. 10. De amplitude is de maximale uitwijking van de trilling. Dat is gewoon een eigenschap. En over dit hele stuk is dus de maximale uitwijking 10 centimeter. En dat blijft ook. Welk punt ik ook kijk. Dus de amplitude op dit punt is hetzelfde als de amplitude op dit punt. Is hetzelfde als de amplitude hier zelfs in de evenwichtstand. Dat is een eigenschap van de trilling. Oh,
Een eigenschap van die trilling is dat zijn maximale uitwijking 10 centimeter is, hoe dan ook. En die uitwijking is continu anders. Hier is die 0, hier is die 10, hier is die weer 0. En hier was die 2. Ja, dat is de uitwijking op dat specifieke punt. Maar eigenschap van die trilling is dat de maximale uitwijking, de amplitude, die is 10 centimeter. Overal. Dat is namelijk een eigenschap van die trilling. Wat is de uitwijking op punt 1 seconde? Dan, ja. Dat is wel... dan moet je 2 centimeter zeggen, ja. Dat is duidelijk voor iedereen? Oké. Okay. Op de y-as, of op de x-as bedoel ik, staat de tijd. Jullie zagen net dat dat bolletje gewoon op en neer ging in het begin. En op het moment dat ik op play drukte, begon die netjes zo heen en weer te lopen, de tijd. Dus op de y-as, of de x-as bedoel ik, staat de tijd. Wij zien hier een aantal trillingen. Laten we eerst even beslissen hoeveel trillingen zien wij. 2,5. Jarne? 3. Waarom 3? Ja, hij komt 3. Nee, 4 keer onder. Hij gaat hier omhoog. Dit is één hele trilling? Ja. Oké. Okay. Nee. Hier staan 3 volle trillingen op het scherm, mensen. Heel goed, Jarne. Want die laatste is, zou je misschien kunnen overwegen dat het 3,9 is, akkoord, of 2,9, want hij pakt hem net niet helemaal het dalletje mee, dat is waar. Maar hier staan 3 trillingen. Sommige mensen beweren helemaal op het moment dat je het over schommel hebt, dat vanaf hier naar hier noemen ze 1 en weer terug is dus 2. Ja, zo gaan sommige mensen tellen. Let erop, het is pas een trilling, een herhaalde beweging, als je hem kunt herhalen. En dat kun je dus als volgt zien. Jullie zijn van de copy-paste generatie, zo zijn jullie grootgebracht. Ik kan dit stuk copy-pasten hier naartoe en dan heb ik dezelfde trilling weer. Pas als dat kan, is het een hele trilling. Dat kan ik met dit stuk niet doen. Met dit stuk kan ik hem copy-pasten en krijg ik hem hier weer terug. En hier, dat laatste stukje, dat is discutabel. Maar ik kan hem in feite hier bijna 3 keer copy-pasten. Zien we dat wel? Oké. Okay. Dus dit stuk, en ik pak even de volgende, want anders wordt deze te vol. Dit stuk hier noem ik 1 trilling. Dat is een periode. En dat noemen we ook wel een periode, inderdaad. Dus dat is eigenlijk het punt van de grafiek naar het volgende punt waar precies dezelfde grafiek is. Ja, maar ik zou deze, en ik hoop dat hij doet, gewoon kunnen verschuiven. Die blijft aldoor gelijk, zie je dat? Ja. Oké, okay. Dus ik pak nou even dit punt, evenwichtstand. Dat is voor ons natuurkundigen logisch. Daar gaan we straks nog over hebben. Maar evenwichtstand. Heb ik ongeveer zo? Ja. Evenwichtstand, dat noemen wij 1 periode, 1 trilling. Die? Naar die. Ja? Ja, akkoord. Dit noemen wij 1 trilling. En de tijd om die te voltooien heet dus logischerwijs 1 periode, maar ook 1 trillingstijd. Vragen over hoe ik aan deze grafiek kom en de eigenschappen van de trilling? Nee. Oké. Als ik hier ben, dit punt hadden we net, was op 1 seconde. Dus de tijd op dat moment is 1 seconde. Wat is de trillingstijd op dat moment? Moet je eerst weten wat dit stuk is natuurlijk. Dit is 0,8 seconden. De tijd is hier 1 seconde, maar de trillingstijd is hier 0,8. Want... net als de amplitude is het inderdaad overal gelijk. Overal gelijk een eigenschap van die trilling. Dus dat blijft continu, waar ik ook ben in mijn grafiek, is die trillingstijd gelijk. Die kan wel anders worden. Kan wel als het langzaam gaat trillen. Maar dat kan deze gek genoeg niet, daar komen we nog een keer op terug. Die amplitude wordt wel anders, kun je nu al wel zien. Ja, ik ben er afgebleven en je ziet nu dat de amplitude anders is dan in het begin. Akkoord? En dan gaan we even kijken naar wat we net allemaal hebben gezien in de grafiek. En dan gaan we even hier grootheden en eenheden van definiëren. De eerste die ik op het bord zette was amplitude. En die meet ik in de hoofdletter A. En in wat voor eenheid meet ik de amplitude? Patrick? Waarom meter? Standaard. Centimeter zou ook kunnen, dat deed ik net stiekem. Maar meter is natuurlijk de natuurkundige eenheid die we gebruiken. Oké, okay. En ik meet, als ik de amplitude meet, heb ik ook de uitwijking. De kleine letter U. En die meet ik net zo goed in meter.
Wat meet ik nog meer van een trillingstijd? Trillingstijd, grote letter T in seconden. En dat is de volgende inderdaad. Frequentie, kleine letter F. En die meet ik in hertz. En jullie weten dat mijn Z zo'n gek streepje door heeft. Omdat je anders hem niet kunt onderscheiden van de twee. Zo heeft meneer Hertz zijn eigen eenheid gekoppeld aan iets wat eigenlijk gewoon per seconde is. Oftewel, per seconde, en dat zou je zo kunnen noteren als s tot de macht min 1. Wat er dus eigenlijk staat, frequentie, en als je dat goed begrijpt, ben je al eigenlijk halverwege het hoofdstuk. Hertz is niks anders dan? Ja, en dus wat meet ik met hertz? Trillingen per seconde. Als je dat besef eenmaal hebt, ben je al halverwege dit hoofdstuk. Maar dat is echt... De meesten zien die frequentie niet meer als een stom getalletje waar HZ achter staat. Maar hertz bedoelen we eigenlijk niks meer mee dan hoeveel trillingen er per seconde zijn. En automatisch is dat dus gekoppeld aan de trillingstijd. Stel nou, ik heb een frequentie van 4 hertz, een hele lage toon. Kan een trilling dan langer duren dan 1 seconde? Nee. Waarom niet? Je hebt toch 4 trillingen per seconde? Als je 4 trillingen in een seconde hebt, kan 1 nooit langer duren dan een seconde. Hoe lang duurt dus 1 trilling maximaal? 0,25 en 4 seconden. Oké. Okay. Als je dat beseft, dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn, ben je dus al een heel eind op weg.